Michel, wat was die snert voor jou? Ja, perfect. Ja. Je moet er nog een heleboel in doen. Je doet er ook asperges in, zie ik. Ja, ik maak lentesnet. Dus ik met allemaal lenteproducten komt de kalfstong in. Er komt een worst van Texas lamsvlees in. Dus helemaal anders dan de rest. Ik heb zelf bloemen meegenomen. Doe je de bloemen in? Ja, dat komt voor de garnering. Ik heb helemaal een lentegevoel van in de winter. Nou, hoe kom je daar zo bij? Ja, ik ben een beetje mal af en toe. Dus ik wil altijd wat verzinnen wat een ander niet heeft. Dan een beetje onderscheiden blijven, dat is leuk. Jij komt uit Noord-Holland volgens mij. Je bent een West-Fries, of niet? Ja, ik kom uit Alkmaar. En dan het WK snertkoken, is het je eerste keer? Nee, mijn tweede keer. Ik was vorig jaar dan tweede met een stamppot. Welke stamppot had je toen? Ik had toen stamppot carbonara. Dus de spaghetti carbonara had ik helemaal in stamppotvorm gemaakt. Met truffel ravioli erbij, dus helemaal, met mosterdsaus helemaal weer anders. Dat is ook wel heel apart, zeg. Ja, dus zo blijf ik altijd aan de gang. Maar, ja. Succes met je lentesnert. Ja, dankjewel. Ik heb er zin in. Je moest on air. Oh.